fantaseren jullie over dingen samen? Zoals het stel wat we nu zien, die echt zo elkaar perfect aanvullen. En nou ja, los van elkaar zouden ze dit nooit kunnen. Samen wel. Ja? Het is zowel inspirerend als dat ik denk van, boh, ik moet er eigenlijk niet aan denken dat het nog meer wordt, zeg maar. Hij kan echt heel hard werken. Dat klopt. Voelt nu eigenlijk nog een beetje als mijn bedrijf. En dat moet langzaam dan een beetje anders gaan voelen. Want je weet ook dat je zo'n bedrijf zo... Kan ik niet alleen dat doen. Dat kan helemaal niet. Nee. Met zoveel schapen en zoveel bijen. Ja, ik zeg dat niet dat ik het helemaal nooit alleen zou kunnen doen. Alleen moet je het anders gaan inrichten. Dat is natuurlijk de vraag, waar wil je naartoe? En ik zie het ook wel al voor me dat ik dat met iemand samen zou kunnen doen. Dus met Sander. Maar goed, daar moet hij ook een goed gevoel bij hebben. En hij moet net zo goed die passie hebben als wat ik erin heb. En ik denk op het moment dat hij bij mij heel veel zou willen veranderen, dan voelt dat ook niet helemaal juist. Dus het, nee. Je moet er een beetje een balans in vinden. En welke weg wil hij op, welke weg wil ik op. En ja, dan moet je elkaar in tegenkomen. Maar ja, als Janine steeds meer op haar nek krijgt, ja, dan stel ik me wel zelf open om nou ja, meer haar te helpen. Maar ja, dan kun je haar ook niet aan doen dat zij voor 3 maanden moet werken. Of wil je dat graag? Het mag. Nee, het mag. Maar dan hoor ik jou nu toch een beetje zo tussen de regels door, dat jij in je hoofd wel bezig bent met in ieder geval het verplaatsen van jouw business. Ja. Waar staat het op het moment? Zit je nog ergens halverwege Friesland en Limburg, of ben je eigenlijk al een beetje naar het zuiden op aan het schuiven? Het is wel, als ik nou ja, het werk klaar heb in Friesland, zeg maar, dan ben ik bij Janine. Het gaat toch wel een kant op. Ja, ja. Maar dat moet ook. Als je stil blijft staan, dat werkt ook niet. Er moet wel vooruitgang in zitten. Dat is waar. Ik ken niemand met zoveel liefde voor schapen als jullie samen. Nee, maar soms beangstigt het me ook, want hij ziet overal kansen en hij is overal... En dan denk ik, even rustig. Want dat kan ik niet allemaal doen. Dan. Dat kan ik niet allemaal. Ik weet dat ik dat niet kan, dus doe even rustig. Dan krijg ik eigenlijk alweer zo'n paniekaanval. En denk, hij ziet alweer voor zich dat we nog 1000 schapen gaan melken. We moeten melk zal afzetten aan te schaffen. Ja, dan denk ik, ho. Dus maar ja, liever afremmen dan iemand waar je constant aan moet shorren, toch? Ja, dat is waar.